Cellofane is een jong Zweeds technologiebedrijf dat een proces ontwikkeld heeft om hernieuwbare verpakkingsmaterialen te maken uit afvalstromen van de graanindustrie. Deze materialen kunnen onder meer gebruikt worden om aluminium te vervangen in kartonverpakkingen voor melk of voor fruitsappen. Voor een jong bedrijf is het zeer duur om de processen op te schalen naar industrieel niveau. Vandaar dat wij een beroep doen op de expertise en infrastructuur van BioBase Europe om ons hierin te helpen. Hey, dag Wim. West, hoe gaat het? Ja? Ik heb alleen maar positieve dingen gehoord. Ja. Ik denk de klantontwikkeling gaat de goede richting uit. Onze procesontwikkeling gaat ook de goede richting uit. En we kijken natuurlijk uit nu naar de proefproductie hier bij jullie. Ja. BioBase Europe Pilot Plant is een proeffabriek voor biogebaseerde producten, zoals bioplastics, biodetergenten, biobrandstoffen en zo verder. Wij zijn in 2009 van start kunnen gaan dankzij een Europees Interreg-project tussen Vlaanderen, Nederland en Europa. Alles samen werd hier reeds meer dan 21 miljoen euro geïnvesteerd in alle apparatuur. In de BioBase Europe Pilot Plant starten wij typisch van een laboratoriumproces dat we vervolgens gaan opschalen tot op pilootschaal. We gaan het ook gaan optimaliseren en uiteindelijk doen we ook de eerste proefproductie van een nieuw innovatief product. Het grote voordeel is dat we dit product in grote volumes hier kunnen produceren, waardoor we sneller de stap naar de klanten kunnen zetten en ons leiderschap in deze markt kunnen behouden. Bedrijven komen vanuit heel de wereld naar Gent voor hun innovatieprojecten. En dit leidt natuurlijk tot nieuwe producten, economische groei en meer werkgelegenheid.